deze bus rijdt dadelijk door de stad en zal de liberale gedachten uitdragen op een manier die alle andere gedachten zelfs verbodig maakt. Liberale gedachten? Ja, en dan vooral door diegene die achter het stuur zit. Koeiman? Nee, Hans Wiegel. Is die mooi of niet? De mensen in het land begrijpen heus wel hoe de vork in de steen zit. Heel goed gekomen, zijn nou die tweede. Wij hebben Arie Groeneveld niet nodig. Wij bestrijden waar hij voor staat en daar gaat het om. Sorry, als je hebt, nou die derde. Wij liberalen, wij blauwen, wij staan voor die strofe in het Wilhelmus. Zie maar. Koeiman! Ja, meneer. Ben je nou helemaal braaktafeld? Die VVD heeft niets met het liberalisme te maken. Wie? Liberalisme is laissez-faire, laissez-aller. Ja, ja. Terwijl de VVD is een ordinaire partij van hebben en houden. Oh. En die Hans Wiegel is niets meer dan een platte populist. Ja, dat is eigenlijk een ideetje van Simon hoor, meneer Harmsje. Ga jij dan ook nog van je stokvis de schuld geven?